Het is mij een enorme eer om hier vanavond gevraagd te zijn door Who's Next EMI om mijn grote kameraden hier te vergezellen met zijn prachtige cd-presentatie. Ja. We weten allebei niet zo goed hoe het moet, denk ik. Nou, hij heeft een cd gemaakt en ik moet dan de eerste aan hem geven, terwijl hij het gemaakt heeft. En, maar kijk, heel publiek. Ik heb van zomer al een heleboel nummers gehoord en het is echt geweldig. Ik ben zo'n fan van deze man, van deze fan. Het is heel bijzonder dat Joris zijn geweldig grote talent met ons allemaal wil delen. En ook nog door middel van zo'n prachtige platen. Nu ga ik de eerste aan jou geven, zo was het afgesproken. Daniel, kun je nog een biertje drinken straks? Kan dat ook? Dat kan ook. Hè? Kun jij niet even meespelen? Wat? Ja, kijk, ik ga nu een liedje doen. En ik moet eigenlijk mondharmonica doen. Maar hij kan het denk ik 1000 keer beter. Ja, serieus. Ja, het is vreselijk wat ik hem nu aandoe. Het is mij ook wel eens overkomen. Dus ik bedoel een hartelijk applaus, want het is... Sorry, ja. Deze kans laat ik mij niet veel meenemen. Altijd een beetje. Ja, altijd goed. Ja, we lopen nou toch uit. Het is een vakantieliedje. Ik had er heel veel verhaal bij, maar ik heb er zoveel klaar. Dus gaan we spelen. Kwijt!